Zo, kijk. Hier zie je het veen en wat dat doet. Het plantje is een spons. En het kan dus grote hoeveelheden water opnemen. We horen het ook daadwerkelijk als een spons werkt. Dus als het droger is, zakt het in. En als het natter is, dan zuigt het al het water op. En dat kan echt, ja, echt een aantal centimeters verschillen. Ik ben zelf opgegroeid in een laagveengebied rondom Amsterdam. En mijn voorouders, mijn opa en oma waren verveners. Dus vandaar dat ik het eigenlijk wel heel leuk vind dat ik nu hier in een hoogveengebied kan werken. En dat hoogveengebied ook nog eens een keer mag opwaarderen met alle werkzaamheden die we gaan doen. De Peel is hoogveen, dat was hoogveen en na de afgravingen is er nog steeds wel iets van het hoogveen vindbaar in het gebied. Maar het verschil tussen droog en nat is wel heel erg groot op het moment. Hoogveen wordt in honderden jaren tijd gevormd. Grote plassen water groeien langzaam dicht met planten die uiteindelijk afsterven. Laagveen. Veenmos kan hier prima opgroeien en groeit laag op laag uit tot een dik pakket. Hoogveen. In de middeleeuwen ontdekte men dat gedroogd hoogveen goed bruikbaar was als brandstof. Turf. In de 19e eeuw werd dat grootschalig afgegraven. Men maakte slootjes om het gebied droog te leggen. De turf werd afgestoken en te drogen gelegd. Via de gegraven kanalen werd de turf afgevoerd. Van de weidse hoogvenen van vroeger is nu vrijwel niets meer over. Hoogveengebieden zijn in Nederland erg zeldzaam geworden. Als we niks doen, verdwijnt het hoogveen helemaal. Want het gebied met zijn sloten en kanalen is net een soort vergiet geworden en stoot bovendien veel CO2 uit. Hoogveen heeft voldoende water nodig. Om het te behouden moet je die lekken tegengaan. Dat doen we door kades aan te leggen en sloten af te dichten. Hierdoor blijft het water zo lang mogelijk in het gebied en kan het hoogveen zich weer langzaamaan herstellen. Met dit alles wordt het eeuwenoude hoogveen behouden. Prachtige gebieden waar mensen genieten en waar bijzondere planten en dieren terugkeren. De Peel was vroeger een moerasgebied, was heel open, was heel wijd. En op het moment dat het ontwaterd is en dat het turf gestoken is, kregen de bomen de mogelijkheid om te gaan groeien omdat het droge grond was. En ja, op het moment dat die droge grond er is, kan het veen niet tot ontwikkeling komen. Als we niks doen, dan zal het gebied gewoon verdwijnen zoals we het nu kennen, hè, met het veenmos. Dan wordt het gewoon een bos. Dan begint het met een berkenbos en uiteindelijk zal het een berkeneikenbos worden. Dus op het moment dat we niks gaan doen, verbost eigenlijk de Peel. Er vinden eigenlijk drie verschillende werkzaamheden plaats in de Grote Peel. Allereerst worden er kades aangelegd om die waterbakken. Daarnaast zijn er ook allerlei met de ontginning sloten gegraven door het gebied. En daardoor draineert het water eigenlijk naar de onderlaag. En die worden ook afgedicht. De Eeuwselse Loop die wordt verlegd. En die gaan we langs de provinciale weg van Asten naar Meijel. De N279 gaan we die daarnaast leggen. En de derde maatregel is dat wij regelbare stuwen gaan aanbrengen in het gebied. Dus dan kan het waterpeil meegroeien met de veengroei voor de komende jaren. Wij gaan hier niet als een stel dollemannen door het gebied heen. Er wordt heel zorgvuldig gewerkt. We hebben rekening te houden met de cultuurhistorie in het gebied. Allerlei restanten van de turfwinning. Maar ook met alle bijzondere plant- en diersoorten die hier voorkomen. Vooral vogels krijgen veel meer kans. Dus de blauwborst is echt een bijzondere soort die hier voorkomt. We hebben kraanvogels die hier in hun doortrek naar warmere gebieden voedsel vinden op de maisvelden, maar vooral hun rust vinden en ook broedplekken gaan vinden.
in het peel. Libelles, vlinders. Op de droge delen, daar hebben we de gladde slang. Dus er zijn echt heel veel bijzondere soorten die samenhangen met dat hoogveen en met die veenontwikkeling. Ik denk dat ik het meest heb met het 11e. Daar heb je een heel mooi plassengebied. En daar gaat een heel klein paadje tussendoor. En daar krijg je echt het gevoel dat je in de peel bent. Die wijdheid en die uitgestrektheid. En ook als je er naartoe loopt, dan heb je een moerasachtig gebied waar je doorheen loopt. Dus ja, dat vind ik wel het mooiste stuk. Ja.